Goedenavond voor. Gefeliciteerd. 3 punten en de 0. Moet een topavond zijn. Ja, qua uitslag wel. Maar als je wel kritisch gaat kijken, was dit wel weer een iets mindere wedstrijd in verhouding met de afgelopen weken. Maar ja, als je dan toch zo overtuigend uiteindelijk kan winnen, dan zegt dat wel wat over groei van het team, denk ik. Ja, toch geef je, ondanks dat je zegt dat het een mindere wedstrijd is, toch weer weinig kansen weg. Ja. Dat is de afgelopen weken sowieso al het geval is. Wat is het geheim van jullie in de verdediging dat het zo sterk staat? Ja, ik denk dat het niet alleen in de verdediging is, maar eigenlijk voorin het begin, zeg maar. Zodra we de bal verliezen, of we gaan met z'n allen vooruit of met z'n allen eerst bij elkaar en van daaruit weer een moment zoeken. En dat was in het begin van het seizoen wel eens twijfeling bij bijvoorbeeld de aanvallers en bij de achterhoede. En ik denk dat het nu meer één geheel is die druk wil zetten. Natuurlijk zijn er nog wel momenten in de wedstrijd dat je het beter kan doen, maar we zakken steeds minder naar die ondergrens, zeg maar. Of de ondergrens wordt steeds hoger. Ja. Is dat dan ook een van de redenen waardoor je dan in de tweede helft als MVV de druk iets verhoogt? Dat je dan toch nog 10 minuten, een kwartiertje iets meer in de problemen komt dan voorheen? Ja, ze deden het eigenlijk net zoals Ajax vorige week. Probeerden ze mannetjes te zetten op mij en Maarten. En op het juiste moment zakte een van de twee aanvallers dan weer in. En ik denk dat we dat nu misschien wel vaker tegen gaan komen. Maar ik vind dat het redelijk tot goed wel hebben opgelost. En voetbal verandert altijd. Dus ik ben nooit klaar met dingetjes verbeteren. Dus gaan we ook weer bekijken en proberen het beter te doen. En hoe pak je dan toch het grip terug, de grip terug op de wedstrijd na zo'n fase van dat je even onder vuur komt te liggen? Ik denk dat we eerst dan die penalty kregen, volgens mij. Ik weet het even niet meer goed. Die wordt dan gemist. Maar je ziet wel dat wij, ook al moeten we een stukje terug op het veld, dat we vanuit de omschakeling wel snelle jongens hebben. En jongens die de laatste weken wel weten te scoren. Dus ik denk dat we zo de wedstrijd weer naar ons toe hebben getrokken. Eerst die penalty helaas mis, maar ik denk vlak daarna dat we wel de 2-0 maakten. En toen eigenlijk kort daarna de 3-0, dus dan is het wel gespeeld. Heeft het ook met mentale weerbaarheid te maken dat jullie dan na de gemiste penalty toch alles zo goed oppakken en redelijk snel daarna toch die scoren verdubbelen? Ja, het is zonde dat je die niet maakt, maar in principe is er dan nog niks aan de hand. Je staat nog steeds voor. Je staat nog steeds voor en ik vond dat we niet van de wijs lieten brengen. En inderdaad, misschien mentaal wel sterker zijn geworden. Maar ja, dat komt ook met winnen natuurlijk. En ik denk dat we het uiteindelijk wel goed dicht hebben gehouden. Uiteindelijk zijn het ook weer de jonge invallers die mee het verschil maken. Jij als meer ervaren speler, hoe ga je daarmee om met die jonge spelers? Heb je een soort van mentorrol in de groep? Of neem jij een bepaalde rol op je dat je als ervaren... Ja, je probeert wel jongens te helpen. En natuurlijk jongens die niet spelen. Of jonge jongens die niet spelen. Eigenlijk iedereen die niet speelt, die zit in teleurstelling, maar je ziet, als je erin komt, dan ben je gewoon onderdeel van het team. En als ik dan weer zie dat Pieter scoort bijvoorbeeld en Alef geeft weer de assist. Ja, ik denk dat de bank net zo belangrijk is en misschien wel belangrijker. Als sommige jongens het niet hebben, dat je wel terug kan vallen op de andere jongens. Maakt je dat ook extra trots? Ja, ik ben daar wel blij mee, zeg maar. Voorheen, eerlijk is eerlijk, voorheen was het soms dat we niet echt vooruit gingen. En nu komt er wel frisse wind in en frisse spelers. Dus ik hoop dat we dit vast kunnen houden en kunnen groeien nog natuurlijk.